Darts, darten, pijltjes gooien. Topsport, kroegsport, spelletje. Iedereen noemt het anders, maar dat het leeft in Nederland, dat is duidelijk. Ja! Daar is die! Ja! En dat is logisch ook, want in zo'n beetje iedere kroeg, kantoorpand of kantine hangt wel een dartbord. En iedereen probeert wel eens 180 te gooien met bijbehorende schreeuw. Maar dart, zoals wij het noemen, is allang veel meer dan zo even een pijltje gooien. En toch blijft het imago van kroegsport bestaan. Terecht, dat zochten we uit. We ontkomen niet aan die ene grote vraag waar bijna iedereen wel eens over discussieert. Is darts een sport? Een duidelijk antwoord daarop is er niet. Darters en dartliefhebbers zeggen ja, maar iedereen die het wat minder volgt zegt waarschijnlijk nee. Dus wij dachten, we kijken even in het woordenboek. Volgens de Van Dalen is de definitie van sport allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden. Vaardigheid, kracht en inzicht heb je als darter zeker nodig. De discussie zit hem in de lichamelijke oefening. En zo gek is dat ook niet. De meeste darters zien er nou eenmaal niet uit als Lieke Martens of Cristiano Ronaldo. Maar aan de andere kant heb je echt een afgetraind lichaam nodig om een pijl in het juiste vakje te gooien. Of is een sterke arm genoeg? Daar kom ik straks op terug. Eerst even naar de vorige eeuw, want ook toen werd er namelijk al gediscussieerd over darts. In Engeland waren kansspelen in de kroeg in die tijd namelijk verboden. En daarom moest in 1908 een pub-eigenaar uit Leeds voor de rechter komen. Er werd gedart in zijn kroeg en justitie zag dat als een gokspel. De pub-eigenaar nam de beste darter uit Leeds mee naar de rechtszaal en liet hem 3 specifieke getallen gooien. Alle 3 raak. Niemand van de rechtbank deed hem dat na en daarmee werd bewezen dat het in ieder geval geen kansspel is. En als we dan nog 5 eeuwen teruggaan, dan zijn we bij de oorsprong van darts. Tenminste, dat zeggen ze. Historici vermoeden dat boogschutters uit verveling op afgezaagde bomen gingen mikken met de ringen van de bomen als scorebord. Om ook in de koude winter door te kunnen blijven spelen, werden de pijlen kleiner gemaakt en het spel naar binnen verhuisd. En over handboogschieten gesproken, dat wordt wel gezien als sport. Is olympisch zelfs. En nog iets om mee te nemen in je wel of geen sportoverweging. Michael van Gerwen stond meerdere keren op de shortlist voor Sportman van het Jaar. Sport of niet, darts wordt nou eenmaal veel gespeeld in kroegen en kantines. En daarom zal het dat imago ook altijd wel houden. Profdarters vinden dat ook helemaal niet erg. De Nederlandse competities bijvoorbeeld worden ook afgewerkt op plekken als deze. Dus het is ook gewoon een sport in de kroeg. Maar soms is dat iets te kort door de bocht. Want tussen gezellig competitiedarten met je vrienden in de kroeg en het wereldkampioenschap in dartstempel Alexandra Palace zitten een heleboel stappen die je alleen kunt nemen als je het serieus neemt. Om dat te begrijpen moet je wel even weten hoe de dartwereld in elkaar zit. Die is namelijk in 2 verdeeld. Je hebt de Professional Darts Corporation, PDC, en de World Darts Federation, de WDF. De naam zegt het al, de PDC is voor de profs. Daar wordt op het hoogste niveau gedart met bijbehorend prijzengeld. De WDF is de overkoepelende organisatie voor amateurs. Daar vallen dan weer een heleboel andere bonden onder, zoals de Nederlandse Dartsbond, de NDB. En die is dan ook weer aangesloten bij NOC-NSF. En er komt nog een afkorting. Want misschien heb je hem al gemist, de BDO, de British Darts Organization. Jarenlang onderdeel van de WDF en tot zo'n dikke 20 jaar geleden eigenlijk de belangrijkste bond in de dartwereld. De BDO organiseerde jarenlang de Embassy, het oude wereldkampioenschap. Gespeeld op Lakeside, de home of darts. En het toernooi waar kampioenen als Eric Bristow, Phil Taylor en Raymond van Barneveld tot levende legendes uitgroeiden. En waar ook een jonge Maaike van Gerwen nog aan meedeed. Alle grote darters speelden sinds de oprichting in de jaren 70 bij de BDO. Maar begin jaren 90 werd het onrustig. De toppers vonden dat de PR-machine niet goed genoeg draaide en dat er te weinig aandacht was voor darts. Ze richtten hun eigen bond op en die kennen we nu als de PDC.
Vanzelf ging het zeker niet, maar uiteindelijk leefden de BDO en de PDC zo'n 20 jaar redelijk goed naast elkaar. Maar bij die nieuwe bond werd het niveau steeds hoger en steeds meer spelers stapten over. 2 jaar geleden ging de BDO failliet. Welkom bij de PDC, de Premiership van World Darts. De PDC is dus de vlag waaronder je wilt spelen, want niet alleen het niveau steeg, ook het prijzengeld. Het afgelopen WK bijvoorbeeld leverde bij plaatsing al bijna 9000 euro op. En hoe verder je komt, hoe meer je verdient. De winnaar, Gerwin Price, ging er uiteindelijk vandoor met bijna 6 ton. Maar bij de PDC dart je niet zomaar. Daar heb je een tourkaart voor nodig. Zijn er 128 van. De meeste worden verdeeld op Q-School, met de Q van Qualification. Dat wordt ieder jaar georganiseerd en iedereen mag daaraan meedoen. Win je zo'n kaart, dan is hij 2 jaar geldig. En sta je aan het einde van die termijn in de top 64, dan is er niks aan de hand en blijf je PDC-toernooi spelen. Val je daarbuiten, dan moet je opnieuw naar Q-School. En ja, veel spelers met zo'n kaart komen uit Groot-Brittannië, maar darts gaat ook over de grenzen. De 128 spelers met een tourkaart 2021 komen uit 24 verschillende landen. Oké, maar dan heb je zo'n kaart en dan begint het eigenlijk allemaal pas. De World Championship, Premier League, World Cup of Darts, World Matchplay. Allemaal grote toernooien die live op televisie worden uitgezonden en waar duizenden mensen op afkomen. En dat publiek wil maar één ding. Zo vaak mogelijk 180 schreeuwen. En een biertje drinken misschien. En dan zijn er ook nog tientallen, zo niet honderden of duizenden mensen die geld hebben ingezet op jouw wedstrijd. En als je dan niet presteert, dan kun je erop rekenen dat je een aantal van die gokkers gezellig in je DM hebt. Je voelt al waar ik naartoe wil, de druk om te presteren is enorm. En een dubbel gooien, dat kan iedere darter wel. Maar eentje om de wedstrijd te beslissen als de schijnwerpers erop staan, is wel wat anders. Vergelijk het met een penalty op een WK. Asamoah Gyan, daar gaat hij en op de lat! Nee toch! Memphis, Bill voor 2-0. Oh, oh, oh! Heel anders dus dan dat je in de kroeg met een biertje in de hand een pijltje gooit. Maar sommige profdarters drinken daarom juist alcohol, om met die druk om te kunnen gaan. Niet meer op het podium, dat mag al zo'n 30 jaar niet meer, maar vooraf of in de pauze gebeurt het nog wel. En toch zeggen alle darters die wij gesproken hebben, op het hoogste niveau moet je fit zijn, mentaal en fysiek. Want het niveau stijgt nog steeds. Het komt doordat talenten het steeds serieuzer nemen en dus al met een hoger niveau instromen. Gevolg, darters zijn meer aan elkaar gewaagd en toernooien en wedstrijden duren langer. En dat moet je wel vol kunnen houden. Een afgetraind lichaam heb je misschien niet nodig, maar een sterke arm alleen is ook niet genoeg. Je moet urenlang staan, geconcentreerd blijven en dus presteren onder druk. Om dat aan te kunnen duiken steeds meer darters de sportschool in. Krijg je niet alleen sterkere spieren van, maar er komen ook stoffen vrij waar je blijer, zelfverzekerder en veerkrachtiger van wordt. En dat helpt dan weer bij het focussen op zo'n klein vakje. Oké, is het nou terecht dat darts gezien wordt als een kroegsport? Ja, want het wordt nog altijd heel veel in kroegen gespeeld. Maar vooral op het hoogste niveau is er een immense druk en moet je fit zijn. Op topniveau darten is dus lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Maar of het dan ook topsport is, of toch kroegsport, of helemaal geen sport en maar gewoon een spelletje, dat laat ik aan jou over. Laat het weten in de comments.